Met de Content kan Bejaarderserie maakt Content het mogelijk om houtwerk te bespelen. Hiermee brengt u de mooiste pijporgels tot leven in uw woonkamer. Al ruim 40 jaar worden onze orgels gebouwd met traditioneel vakmanschap en passie. De audiokwaliteit van onze orgels is terecht een onderscheidend element. We hebben de overtuiging dat alleen door strenge selectie op de allerbeste onderdelen deze orgelklanken natuurgetrouw kunnen worden weergegeven. Ervaar en ontdek het zelf. Kom langs in onze orgelmakerij in Ermelo of maak een afspraak bij een van onze kiezers. Goedenavond, van harte welkom bij Terdege Live. Vanavond hebben we twee gasten die van ver gekomen zijn. Helene Selderhuis is campusmanager van de Evangelische Theologische Faculteit in het Belgische Leuven. En Jan Keuken zet voor Babypark een vestiging in het Duitse Ruhrgebied op. We gaan zo met hen een kijkje over de grens nemen. Zojuist werd de openingstune gespeeld door Peter Wildeman. Hij hoopt vanavond samen met Nira Sturm de muzikale intermezzo's en het miniconcert aan het einde van de avond te verzorgen. De quiz is weer heel spannend en u heeft het ongetwijfeld al gezien. We presenteren Terdege Live vanavond uit een nieuwe studio. Daarover later meer. Goedenavond en van harte welkom bij Terdege Live. Ja, Gisette zei het al, we zitten in een gloednieuwe studio. Echt fantastisch ziet het er hier uit. Ja, je ruikt het bijna, of niet? Ja, het ruikt ook helemaal nieuw, ja. En ik heb ook nog een kleine verrassing voor deze studio. Want Gisette, kun jij misschien in je handen klappen? Wat een rare vraag voor jou. Ja, dan gebeurt er hier iets. Oh, nou ja, vooruit, omdat jij het vraagt. Zag je hem? Ik zag iets aangaan. Ja, daar gaat één kaas aan. Kijk nu zijn ze alle twee aan. Ja. Deze kaarsen zijn te koop in de Terdege shop. Ja. Dus als mensen thuis denken van, die wil ik ook, die hoef je niet aan te steken. En het zijn tijden van energiebezuinigingen. Dus dan kun je die kaarsen kopen in jullie shop. Ja, klopt. Ja, we laten ze even aan. Loop vanavond doe ik ze weer uit en doen we dit nog een keer. Ik hoef niet meer te klappen, toch? Nee, laat ik Paul doen dan. Paul Klomp, ja. Ja, wacht even. Oh, je moet wel even bij ja, doe maar ja? Even. 3, 2, 1. Ja, heel goed. Dan zijn ze weer uit. Oké. Nou, we gaan Terdege interviews natuurlijk doen. Hier aan tafel onze gasten. Heeft u vragen aan die gasten, dan kan dat. Stel ze via slido.com. Gebruik daarbij de hashtag Terdege Live. En de vragen komen hier vanzelf binnen. En via datzelfde slido.com gaan we natuurlijk ook de beroemde, de beruchte, de befaamde Terdege Live quiz spelen. En ook vanavond zijn er weer prachtige prijzen te verdienen. De vaste kijkers weten het. Ik noem even de drie hoofdprijzen. De eerste is een waardebond, de waarde van €125... ter beschikking gesteld door de Rietberg Bungalowpark. De winter is bijna voorbij, lente staat voor de deur, dus u kunt gezellig met z'n allen gaan logeren bij de Rietberg. Tweede prijs is een Lego-pakket, Adidas schoenen. Ik heb zelf de Eiffeltoren heb ik maandag gebouwd en die schoenen schijnen ook heel... Het is één schoen, schijnt heel ingewikkeld te zijn.
90 euro Building Toys. En de derde prijs is een weekendtas. 60 euro, verkrijgbaar in 4 kleuren, van Duifhuizen, tassen en koffers. Maar dat later op de avond. We gaan eerst, Gisette, luisteren naar een speciale gast. Ja, van ver, hè? Ja. Aangekondigd, ja. Welkom, Helene. Je hebt heel wat uren in de auto gezeten, maar ik zal je eerst in het Vlaams proberen welkom te heten. Awel, hadden we goesting in vanavond? Ja, ik had heel veel zin in vanavond. Dankjewel, Gisette. Ja, goesting is een woord dat de Vlamingen gebruiken. Ja, zeker, tuurlijk. Ja, goesting, zin in. Ja. Zin in, ja. Hebben ze meer, ja. Heb je echt aan het Vlaams moeten wennen toen je daar naartoe verhuisde? Of? Nou, het valt eigenlijk wel mee. Ja, het is natuurlijk gewoon Nederlands, maar ze gebruiken wel heel veel andere woorden. Ik merk eigenlijk zelf, nu ik er 3 jaar woon, dat ik heel veel dingen over begin te nemen. Eigenlijk ook wel de woordvolgorde of gewoon woorden die ik anders echt niet, ja, als ik nog in Nederland woonde, zou gebruiken. En ik weet ook gewoon niet meer van, hey, is dit nou gebruikelijk om in het Nederlands te zeggen of niet? Dus als ik dat doe vanavond, het spijt me. Maar je gaat er wel echt aan wennen, zeg maar. Ja. Is er een woord wat je denkt van, nou, dat is toch echt Vlaams, dat gebruiken Nederlanders niet? Ambetant. Ambetant? Ambetant. Ambetant. Wat is dat? Iets heel erg. Okay. Iets vreselijks of iets moeilijks. Ja. En nefast gebruiken ze in plaats van funest. Okay. Dus dat is nefast. Ja, mooi. Ja, en wat zeggen ze? Friet of patat? Ja, friet, friet. Friet, frieten. Ja, dat is hem. Hoe zuidelijker je komt, hoe meer frietjes, friet, friet. Okay. Ja. Patatten zijn natuurlijk echt aardappelen. Ja, je zei net al, hè, we wonen 3 jaar daar. Waarom hebben jullie 3 jaar geleden Utrecht verlaten? Ja, nou ja, het kwam eigenlijk heel erg onverwacht. We wilden absoluut niet weg uit Utrecht. En we wilden eigenlijk juist heel erg in de stad blijven. Omdat daar weinig christenen, zeg maar zo, echt in de stad zelf wonen. Dus we vonden eigenlijk dat onze plaats echt daar was. We hadden ook nooit nagedacht over zendingswerk of iets in die trant. Maar toen kwam toch deze vacature voorbij. En we dachten, nou, we gaan gewoon eens kijken. Wat is de ETF? Want die vacature, welke vacature? Nou, er kwam een vacature vrij. Of er werd in ieder geval gevraagd om een echtpaar. Dat op de faculteit zou werken. Anders dan op andere theologische faculteiten hier in Nederland. Theologische universiteiten. Wonen ook alle studenten op de campus. Dus het is een grote campus waar de staf werkt. Waar een grote bibliotheek is. Waar onderwijs wordt gegeven. En waar ook de studenten wonen. En daar moet natuurlijk wel een soort van familie zijn. Ook een beetje. Die gewoon de boel aansturen. Organiseren. Dat stond ongeveer in die vacature. Dus we dachten, nou ja, we gaan maar eens kijken. En toen we er kwamen, dachten we, nee, dit willen we absoluut niet doen. Dus, want? We zagen eigenlijk toch gewoon een grote drempel om zomaar te emigreren. Het moest allemaal op heel korte termijn. We zijn in december wezen kijken en we zijn in februari verhuisd. Dus dat zagen we toch niet echt zo zitten. Vanuit de ETF wordt er toch echt een beroep op ons gedaan. Van nee, we hebben jullie nodig, de ETF heeft jullie nodig. En daarin hebben we dus heel erg Gods leiding ook al ervaren eigenlijk om die kant op te gaan. Want het is echt een beetje uit de lucht komen vallen. Mm. Zonder dat je daar ook maar de wens toe hebt of de ETF eigenlijk kent, zijn we die kant naartoe gegaan. Ja. En wat trof je daar aan, zeg maar? Hoe was die situatie toen je daar begon? We hadden een week om te verhuizen. De hele familie Selderhuis heeft ons die kant op verhuisd. En over de hele ETF, het is gelegen in een heel oud klooster. Het is ook groot. Het is heel groot, precies. Ja. Lagen onze spullen verspreid. We hebben een week alles in het appartement gestopt wat ons toegewezen werd. En de week erna begonnen we. En binnen 4 dagen stond de boel stil omdat corona uitbrak. Ja. Dus eigenlijk troffen we niets aan, omdat we gewoon kwamen en een klein beetje ingewerkt zijn. Toch wel een beetje wisten van oké, hier wonen studenten en daar wonen jullie. Eigenlijk een beetje dat. En toen gingen we maar gewoon aan de slag, want de staf verdween. Die gingen natuurlijk allemaal thuis werken. En wij zaten daar met studenten. Met studenten, precies. Dus zo ging dat eigenlijk een beetje. Want hoeveel studenten zijn er? Nou, we wonen ongeveer met 90 mensen daar op de campus. De ETF zelf heeft ongeveer 230 studenten. Een groot deel daarvan zijn deeltijdstudenten. En een ander deel, gewoon de jonge studenten die net van de middelbare school komen. Ik denk van de 90 bewoners zijn er 60 ongeveer student. En daarnaast, bijvoorbeeld wij wonen daar. Maar ook er zijn een paar andere studenten met hun families.
Er wonen wat andere christenen, zeg maar, die, waar we nog plaats voor hadden. Die mogen ook bij ons wonen. Dus ik bedoel, het is een groot gebouw. Ja. Dus nou ja, dan zo vult het zich een beetje op. Maar over 60 van die 90 die studeren ook bij ons. Ja. Ja. En hoe zou je de sfeer op de ETF willen omschrijven? Ja, als heel fijn. Het is ja, eigenlijk ook heel bijzonder om in een gemeenschap te wonen. Ja, ik had van tevoren niet gedacht dat het zo leuk zou zijn, zo prettig om eigenlijk continu nou ja, werk en wonen en gezin loopt helemaal door elkaar. Maar ik had niet gedacht dat dat van tevoren gedacht dat dat zo fijn is om ja, eigenlijk met zoveel mensen op één plek te wonen. Nou, en op de ETF doen we alles met elkaar. Dus studenten eten met elkaar. Wij hebben wel ons eigen appartement. Maar we hebben bijvoorbeeld geen schoonmakers in dienst. Dus studenten maken ook schoon. Ze helpen heel veel. Ze werken in de tuin. Ze assisteren professoren in hun onderwijs en onderzoek. Nou ja, eigenlijk is het gewoon één grote internationale gemeenschap die met elkaar werkt en woont. Maar dan zijn je werkdagen waarschijnlijk meer dan gevuld. Ja. Als ik het gebouw een beetje voor me zag, ik het even opgezocht. Ja, nee, zeker. Ja, precies. Ja. Nee, het is heel druk. Het is ook een oud gebouw. Nou ja, vorige week vrijdag hadden we een hele drukke examendag. En 's ochtends om 6:30 werden mijn man en ik allebei tegelijkertijd gebeld door studenten. En stond één verdieping helemaal onder water. Nee. Dus nou ja, ik ook in paniek in de groepsapp gezet van please help us. Dus nou ja, iedereen, allemaal studenten kwamen toe teruggestroomd. En om te helpen om die overstroming weer in te dammen. Mm. Nou, toen iedereen weer aangekleed was, konden de examens beginnen. Dus zo gaat het een beetje. Maar er komt van alles de hele tijd tussendoor. De ETF is echt een beetje Het missionaire middelpunt van Vlaanderen, van België. Er zijn ook andere organisaties gevestigd op onze campus, zoals de Vlaamse Jeugdbond, maar ook gemeentes die bij ons kerken. En een federale synode van alle kerken in Vlaanderen. Dus er zit heel veel. Er komt heel veel de hele tijd op ons af. En daarnaast gewoon ook nog gewoon de spoedjes. Bijvoorbeeld een student die letterlijk naar de spoed moet. Ja. Je bent ook een soort van ouders voor hun natuurlijk. Dus als er iets is, dan zijn we er. Maar ze wisselen wel toch, die studenten, om de zoveel jaar? Ja, dus ongeveer elke 3 jaar. De meeste, heel veel van onze studenten doen de bachelor bij ons. En dan gaan ze bijvoorbeeld een predikantsmaster volgen in Nederland. Als je het hebt over de Nederlandse studenten. Mm. Ja. Ze doen een bachelor theologie bij ons. Of er komen ook een groot deel van onze studenten komt juist uit het buitenland, hebben een bachelor elders gedaan en komt onze Engelstalige theologie master volgen. Dus 3-4 jaar zijn ze ongeveer bij ons. Ja. Brengt wel dynamiek met u mee? Ja, zeker. Ja. Elk jaar is het ook een heel grote verhuis. En mijn man is vooral daarmee bezig, met wie woont waar en hoe gaan we dat precies passen en meten. Want studenten komen van ver. Er komt een student in van Ethiopië, maar dan moet er nog eerst een terug naar Madagaskar. En dan, is echt wel even echt een gepuzzel. En de een heeft meubels en de ander niet. Nou ja, dat is altijd. Geeft echt dat geen gedoe? Jawel, dat zeker. Ja, dat is echt zo'n gepuzzel om dat allemaal rond te krijgen. Dat is altijd wel een moeilijkheid. En ik vind het zelf echt wel jammer als we studenten weer moeten missen. Want je raakt gewoon gehecht aan iedereen. Het is echt wel even wennen de eerste paar weken als alle nieuwe studenten, als een deel van de nieuwe studenten er zijn. Om hun te leren kennen. Ja. En ook natuurlijk alles uit te leggen van hoe werkt het op de ETF. Ja. En wat is nu in die 3 jaar jouw grootste uitdaging, zeg maar, daar geweest? Ja, nou ja, de grootste uitdaging aan zich is dat we daar kwamen en eigenlijk gewoon niks wisten natuurlijk. Ja, en dat corona aanpakken. Ja, en corona aanpakken. Ja, dus toen we kwamen werden ook al heel snel een aantal studenten ziek. Mm. Dus we gingen meteen aan de slag om hun te verzorgen. En we wisten natuurlijk ook niet hoe corona zich ontwikkelde. Dus in het begin was er meer angst natuurlijk van je sluit zo'n student eigenlijk op zijn kamer. En en die moet je helemaal verzorgen. En dus dat is eigenlijk onze beginperiode heel erg geweest. En daarna, toen dat een beetje gezakt was, gingen we aan de slag van hoe werkt het hier. Alle kamers, alle ruimtes maar ontdekken. Omdat het gebouw zo groot is. Omdat het gebouw zo groot is, ja. Ja. Heb je dat nu, na die 3 jaar, weet je dan wel alles te vinden? Toevallig nam gisteren de technische man me mee en die zei, kom eens even. En toen zei hij, hier is nog een gang, dus we gingen het trappetje af. Yeah. En daar was nog een hele grote ruimte en een technische installatie. Zei hij, ik ga dat allemaal los slijpen en lassen. En oké. Nou goed, dus dan wilde hij me even laten zien wat hij allemaal gaat doen. En daar was ik eigenlijk nog nooit geweest. En daar is nog een heel gangenstelsel. Dus ik heb nog wat te ontdekken. Dus voor dit jaar staat dat nog op planning.
Merk je ook dat je dan in een ander land woont? Dat is natuurlijk dichtbij relatief. Maar heeft België dan nog hele andere gewoontes bijvoorbeeld? Ja, nou ja, we zijn natuurlijk ook als gezin. We wonen ook op de campus. Mm. Als ik kijk naar het onderwijs is heel anders ook wel. De kinderen gaan met 2,5 jaar naar school. En wij kwamen met een zoon van 2 en een zoon van 4. Die van 4 die was eigenlijk pas net begonnen op de basisschool in Utrecht. En als jongste mocht ook meteen naar school toen hij in België kwam. En fulltime. Gewoon meteen maandag tot en met vrijdag naar school. In de klas met 2 juffen en een kinderverzorgster. Want hij was ook nog niet eens zindelijk. En gewoon meedraaien. Het is ook echt, het systeem is ook heel erg ingericht. Jong, 2,5 jaar. Ja, vond je dat moeilijk? Het was best wel een heftige periode geweest. Yeah. Omdat we verhuisden en nu werken. En eigenlijk was het wel fijn dat hij ook lekker naar school ging. Hij is ook wel een kind wat er een beetje aan toe was. En België zelf is echt helemaal ingericht op werkende ouders. Mm. Ouders werken daar beide fulltime. En je kan je kinderen brengen van 7:30 tot 6:30 op school. Je hoeft niet van tevoren iets aan te melden. Als je pas om 5:30 haalt, dan zien je vanzelf wel verschijnen. Mm. En ook een groot verschil is dat ze 9 weken zomervakantie hebben. Dus dat is ook wel een... Wauw. Ja. 9 weken? Maar ik kan niet meer in België. Zeker, ja. Maar wat doen ze de hele week dan, bijvoorbeeld? Als ze zo lang al op school zitten op die leeftijd? In de klas? Ja. Ja, gewoon een normaal onderwijsprogramma. Maar onze jongste die zit nu in een kangoeroeklasje. Dus die krijgt dan wat extra's. Die wordt 6 in het najaar. En die ziet thuis dat hij zich eigenlijk niet meer kan inhouden. Die moet gewoon naar groep 3. Yeah. Maar dat, ja, zover is het nog niet. Maar goed. Maar zetten ze dan inderdaad in op taal bijvoorbeeld heel erg? Ja, precies. Ook wel inderdaad. Ja, eigenlijk toch wel een beetje normaal kleuteronderwijs, hoor. Dus niet dat ze nou heel veel verder zijn. Ze leren bijvoorbeeld al wel Franse liedjes en dat soort dingen. Ze leren ook weinig Engels op de basisschool. Volgens mij helemaal niet. Ze gaan echt snel beginnen met Frans. Ja. Dus dat is wel anders. Ja. En in de zomervakantie gaan ze allemaal op kamp. Okay. Onze kinderen zijn afgelopen zomer 5 weken van de 9 op kamp geweest. Yeah. En, ik zei het al, emigreren naar België. Dat is 5 weken geen kinderen. Nou ja, zonder overnachting. Maar ze zijn wel heel... Ja, het is echt anders. Zou je van tevoren ook niet verwachten dat je dat met je kinderen zou doen in Nederland. Dus, Wat is het grootste verschil met Nederland? Want Belgen zijn onze buren. Duitsers zijn ook onze buren, waar we het straks over gaan hebben. Ja. We liggen zo net naast elkaar. Ja, ik denk qua mensen ook wel... Nederlanders zijn echt bekend als heel zelfverzekerd, heel direct, heel spontaan, overspontaan. Mm. En een Belg is wat gereserveerder, bescheiden. En wat ik heel erg prettig vind en er steeds meer een beetje ontdek, is dat ze nemen zichzelf ook niet zo serieus. Ze hebben heel veel humor, je kan echt veel mee lachen. Ja. Zouden wij een vlugje van meer moeten hebben? Ja, iets minder dat meteen van, ik weet wel hoe het hier allemaal zit. Ja. Ze zijn even wat afwachtender, maar ik vind het ook heel knap dat ze, ik bedoel, zeker op de ETF zijn heel veel Nederlanders natuurlijk. Dat ze ons toch eerst maar even laten uitpraten. Dat ze telkens toch wel even dat stapje terug doen, want daar komen we weer. Ja. Ze zijn heel gewoon zachtaardig, lief. Mm. Ik waardeer het steeds meer, moet ik zeggen. Spreken ze elkaar ook veel aan met gij nog steeds? Ja, zeker. Ja. U ook, hè? Dat spreek je allemaal aan, Paul. Heel formeel. Dat kan zo. Niemand dat, hè? Zeker. Ja. Ja, er zijn ook vragen van de kijkers. Wordt er niet alleen maar Franstalig gesproken in Leuven? Nee hoor, nee. Leuven ligt wel vlakbij de Waalse grens. Dus echt net onder Leuven begint eigenlijk Wallonië. Ja. Een deel van onze staf woont ook wel in Wallonië. We hebben studenten uit Brussel die echt ook als Frans als eerste taal hebben. Ja. De dame die ons werk eigenlijk voor ons deed, was Franstalig. Mm. En toen werd er veel meer Frans gepraat. Maar nu zijn wij er als Hollanders. Dus, Vlaams-Hollands. Vlaams. Maar je hoort wel heel veel Frans op straat natuurlijk. Hè? Omdat het gewoon echt ook voor de... Walen onder Leuven is Leuven hun eerste stad. Ja. Dus, Nog een leuke vraag. Wat mis je het meest uit Nederland? Wat mis ik het meest uit Nederland? Dat is ook wel iets wat ik heel belangrijk vind. Is dat je als kinderen... Maar wat je in België eigenlijk weinig ziet, is kinderen op straat. Omdat ze veel meer gewend zijn met de auto overal naartoe te gaan. Kinderen kunnen zomaar niet zelf op straat fietsen, spelen. Het zijn, ze hebben niet zulke woonwijken zoals in Nederland. En dat vind ik eigenlijk persoonlijk wel iets wat ze zeker mogen importeren naar België. Omdat dat denk ik ook heel erg bijdraagt aan zelfstandigheid van kinderen.
En ook dat je elkaar leert kennen, ook als ouders, maar ook als kinderen uit de wijk. En dat zal wel iets... ik mis zeg maar het fietsen. Ja. Zeker. Ja. Ja. In interview in Ter Degen zei je vorig jaar, dit werk houd je geen jaren vol. Daarvoor vraagt het te veel van ons en ook van ons gezin. Hoe sta je daar nu in? Ja, nog steeds wel hetzelfde. Ja. Het is nog steeds echt wel pittig. Omdat je natuurlijk 24 uur per dag beschikbaar bent. Ook in het weekend. En er is altijd heel veel te doen op de ETF. Wat ik zei, als je denkt van we gaan even de examens voorbereiden, dan komt er in één keer een lekkage ergens vandaan. We hebben nu een studenten die is net vorige week bevallen van een babytje. Dat is altijd wel iets. Ja. Maar goed, toevallig naar aanleiding van het interview meldde zich ook een stel bij mij. Een heel leuk stel dat misschien wel onze baan wil overnemen. Dus de opvolgers staan klaar. Leuk. Maar we gaan voorlopig nog niet weg hoor. Nee. En we houden ook gewoon enorm veel van het werk. Het vraagt veel van je, maar het is ook het is zo ontzettend mooi om te doen. Ja. En het is zo leuk ook met de studenten. En gewoon ook heel gezellig en warm. En dat wil ik ook niet missen eigenlijk. Het is pittig, maar ook geweldig om te doen. Ja. Mooi. Dank je wel, Helene, voor dat je die afstand wilde doen. Hè? Want je was al heel veel uren onderweg, begreep ik wel. Zeker. Dus veel zegen ook bij je werk. Dank je wel. En dan gaan we nu luisteren naar Peter Wildeman en Tenira Sturm. Ik heb begrepen dat jullie op Psalm 25 vers 2 gaan tegen horen brengen. Klopt dat? Mooi, u hoort ze straks nog een keer. We gaan naar een ander land, een andere buurman, Duitsland. Jan Keuken, ja, van harte welkom. Dank je wel. Zeg even in Duits, ik vind het heel fijn om vanavond hier bij Ter Degen Live te zijn. Ja, ik vind het ongelooflijk mega cool om heute Abend hier te zijn, bij euch te bezoek te zijn. En ik freu mich auf die Austausch. Ja. Wat is het grootste verschil tussen Duitsers en Nederlanders? Ja, ik denk eigenlijk, je kunt het vrij makkelijk samenvatten, als je een regel hebt of een wet... Ja. In Nederlands is het vaak een soort van advies of suggestie. En Duitsers houden zich er gewoon aan. Oké, even een stoplicht, een verkeerslicht, rood. Ja. Nederlanders denken, ik kan best doorrijden. En Duitsers blijft staan. Is een heel mooi voorbeeld inderdaad. Toen wij net daar woonden, we hebben ook stoplichten in Duitsland. Hè. Ja, zeker. Het was heel rustig zondagmorgen. En er was echt geen kip te zien. Ja. Maar stoplicht was rood. We waren lopend. Ja. Aan de overkant stond een wat ouder stel. En wij liepen dus gewoon over. Hè? Want ja, wel rood, maar niemand te zien. Mm. Dus we gaan over. Ja, en je hoorde ze ook gewoon zeggen... Ja, die zien bestemd levensmüde. Dat trekken Duitsers echt niet. Nee, ze zijn pünktlich, Duitsers.
Ja. Oh, wacht, of, nu komt de komma. Ja. Jijn, hè, ze hebben daar een heel mooi woord voor. Ja, oder nein. Ze zijn puklicht, dat klopt. Maar het is ook wel een beetje een vooroordeel natuurlijk. Hè. Ja. Als we over Duitsers praten, dan vinden we het leuk om dat te zeggen. Grundlich, puklicht. Mm. Soms een grapje over de oorlog. Maar het is meer als alleen dat natuurlijk. Ja. Dus, wat vinden zij van ons? Soms iets te ontspannen. Toch, dat komt er overeen met Belgen dus. Ja, wij zijn een beetje staan wat ontspannender in het leven dan onze buren. Ja. Nou, ze hebben daar ook een heel mooi woord voor. Hè? Ja. Locker, dat is zoveel als ontspannen, losjes. En Duitsers die nemen zich soms wat serieus. En die vinden het ook prettig als ze regels hebben en kaders waar ze in passen. En Nederlanders die horen dat dan aan, maar die gaan volgens toch gewoon hun eigen weg. Oh, ja. En Duitsers worden daar soms wat nerveus van ook, ja. Hey, je woont in Duitsland samen met je vrouw en je zoontje. En je ziet zelfs de cover van Ter Degen. Hoe was dat, dat je dat ontdekte? Ja, de eerste keer, Rikkelt. Dus ja. Heel bijzonder. Ja. wat doe je in Duitsland? Ja, we wonen daar nu sinds 3 jaar. Mm-hmm. Dus een beetje hetzelfde als mijn buurvrouw uit België. We zijn daarheen verhuisd. Toen kwam ook corona. En ik ben daar verantwoordelijk voor het eerste filiaal van Babypark in Duitsland. Ja. Babypark, wel bekend wellicht. Ja, van naam. Ja, heel goed. Ja, het is lang geleden hoor, dat ik er kwam. Nee, zo had ik je niet ingeschat. Nee, maar, nee we hebben natuurlijk... In Nederland hebben we 10 filialen en sinds vorig jaar november ook het eerste filiaal in het Ruhrgebied, in Bochum, om precies te zijn. En daar ben ik dus verantwoordelijk voor het opzetten daarvan. Ja, maar je gaat dus met je vrouw en je zoon, die was al geboren? Nee, mijn zoon was toen nog in de onvoltooid verleden tijd, want mijn vrouw was zwanger toen we verhuisden en die is dus niet daar geboren. Dat vonden we iets. Het is geen Duitser. Nee. Het is geen Duitser. Ja. Om nou het Ruhrgebied in je paspoort te hebben staan, vonden we ook weer zo wat. Oh, ja. Ook al is een heel mooi gebied, overigens. Mm. Hij is in Nederland geboren, daarna zijn we teruggegaan naar Wittem. Ja, oké. Okay. Maar dan kom je daar, dan vestig je. Je moet op zoek naar een supermarkt, naar spullen om je heen. Je moet op zoek naar een kerk. Ja. Hoe doe je dat? Ja. Nou, dat kerk is wel interessant, want we kwamen daar natuurlijk in maart 2020. Nou, we weten het allemaal nog wel. Kerken gingen dicht, ook in Duitsland. Corona. En als in Duitsland de overheid zegt dat de kerk dicht gaat, dan blijft die echt helemaal dicht. Geen vragen over stellen. Slot erop, geen discussie, geen maximaal aantal mensen, gewoon dicht. Ja. Dus ja, wat doe je dan? Dan ga je een beetje net als Ter Degen Live, ga je livestreams bekijken van kerken ook. De eerste paar keer konden we nog een live dienst bezoeken, echt. Hè? Voor ort, zeggen we dat in het Duits. Dus echt in de kerk. Ja. Maar daarna alleen maar digitaal. En dat is interessant, hè? Want dan kom je ergens en dan ga je dus op zoek naar een nieuwe kerk. Maar ja, wat is een goede kerk? Het is bijna filosofisch. Daar kun je de hele avond mee vullen. Ja. Dat gaan we niet doen. Maar vertel even hoe je erin terecht kwam. Ja, nee, we hebben gewoon een aantal kerken in Witte eigenlijk bezocht. Ja. Of het nou digitaal was of echt fysiek. En uiteindelijk hebben we een kerk gevonden. De Vrije Evangelische Gemeinde. Ja. Dus het is geen staatskerk. Het staat los van de staatskerk. En die hebben ongeveer 100 gemeentes in Duitsland. En dat noem je de Bund van de Vrije Evangelische Gemeinde. He, logisch eigenlijk. Ja, en daar kerken we dus. Ja. Ja. Hey, in dit stuk in Ter Degen, daar vertel je ook van, ondanks dat je goed Duits spreekt, blijven Duitsers je toch herkennen als een buitenlander. Ja, klopt. Want je hebt een accent. Ja, dat vinden ze overigens van alle Nederlanders, niet alleen van mij persoonlijk. Ja. Nederlands die Duits praat, een heel schattig accent. Ze vinden het heel, ik zou bijna zeggen aantrekkelijk, maar dat vind ik dat is een beetje vervelend. Nou, want er was ook iets met een mevrouw die zwanger was. Ja. Vertel het even. Ja, nee, het is goed. Het staat ook in het verhaal, ja. Dus mensen kunnen het lezen als het goed is. Ja. Als ik wel eens met klanten bel, en dat gebeurt ook wel eens, dan worden ze daar best wel rustig van ook. Ze vinden het accent heel rustgevend. Ja, ik zie je zitten lachen. Ja. Mijn vrouw wordt er ook heel rustig van. Maar... Oké. Okay. Ja. Misschien moet je het opnemen op een bandje en verkopen. Dan, In een verdegen webshop. Het zou uitstekend staan naast de kaas. Dus naast de kaas ook geluidsopname. Oké, maar je Duitse accent geeft dus een rustgevend iets. Ja, nou ja, het leuke is, Duitsers hebben echt wel een soort sympathie voor Nederlanders. Als je horen van, hey, je probeert Duits te praten of je praat gewoon goed Duits, ze pikken je accenten wel uit, maar je hebt wel echt een streepje voor eigenlijk. Ja, ze vinden Nederland, dat klinkt heel gek voor ons, maar op alle fronten eigenlijk beter. Nu is fronten misschien een woord wat we beter niet kunnen gebruiken. Maar, dus dat is wel heel interessant. Ja, ze hebben wel echt een sympathie voor Nederlanders. Hoe komt dat dan? Ja, ze zien ons toch als een soort land waar mensen wat ontspannender zijn. Zichzelf wat minder serieus nemen.
Ja, nou, dat eigenlijk. Ja. Ja, een soort, België 2.0. Paul, jij zei net iets moois in het Vlaams. Kun je ook in Duits? In Duits, jawohl. Dat, ja. Ik vond het een mooi accent. Ja, Paul. Schattig. En, ik ben vooral van snel. Vooral van snel? Snel. Ja. Wat eten Duitsers het liefst? Ja, dat is ook wel interessant. Waarschijnlijk ga jij nu iets zeggen over braadworst of pommes. Schnitzel. Schnitzel. Ja. Maar Duits is eigenlijk gewoon hetzelfde als bij ons. Met soms kleine details anders. Mm. Dus niet elke dag braadworst. Oké. Okay. Nee. Ik ga even naar de kijkers, want er zijn er wat vragen binnengekomen. Oh, leuk is de laatste. Is het verschil tussen de Nederlandse politiek en de Duitse? Want je zit ook in de politiek, hè? Ja, dat klopt. Ik ben een raadslid in de gemeente Buren voor de PCV. Wacht even, dat is in Nederland. Klopt, klopt. Sinds maart, ik zit sinds juli in de gemeenteraad van de gemeente Buren. En sinds die tijd verdeel ik eigenlijk mijn tijd tussen Babypark in Duitsland. En ik ben ook regelmatig in Nederland te vinden. Oh. En daarom verhuizen we ook straks weer terug helemaal naar Nederland. Okay. Want ja, raadslid vanuit Duitsland is toch wat gecompliceerd. Buren, mooi oranje stadje. Prachtig, prachtige stad. Ja. Ja, ja. Maar even die vraag, verschil Nederlands-Duitse politiek? Kijk, in Duitsland heb je natuurlijk een kiesdrempel. Dat betekent dus, je moet minimaal 5% van de stemmen halen. Wil je überhaupt, ook een mooi Duits woord, wat überhaupt. We vaak in Nederland gebruiken. Sowieso, In de Bundestag terechtkomen. Dus het is veel overzichtelijker eigenlijk. Ja. Ja. Nou, dus je hebt een aantal partijen die samen de Ampel-coalitie vormen. Ja. Stoplicht, hè, we begonnen ermee, de coalitie. Duitsers zijn wel heel erg van de talkshows ook. Hè, dus Ter Degen Live zou het daar ook doen, vermoed ik. Die zetten een exportproduct naar Duitsland. Maar vooral veel overzichtelijker en veel beleefder ook. Uitwisselingen van doe even normaal, man. Wat we hier in het parlement wel eens zien. Ja, dat zul je daar nooit zien. Nee. Wat mis je het meest van Nederland? Ja, je staat met één been in Nederland, dus dat is... Ja, nou, we hebben daar een paar jaar echt helemaal gewoond. En de laatste periode wat meer in Nederland. Ja, Nederlanders zijn wat gezelliger eigenlijk. Wat spontaan. Dat is ook een Nederlands woord, hè? Ja. Dat kent verder niemand op de wereld. Duitsers hebben het ook. Oh. Maar die noemen ze, als ze over Nederland praten, dan vinden ze Nederlands gezellig. Ja? Gezellig. Ja, dus ze hebben het voor ons geleend, maar het gaat over ons. Gezellig. Ja. Gezellig, ja. Ja. En nog een vraag. Kom je gauw tussen de mensen of houden ze wel iets van afstand? Ja, ze houden echt wel afstand. En dan is het ook mooi als je je bij een kerk aansluit. Want dan heb je ook een gemeente delen eigenlijk. Waardoor je echt in een gemeente komt. Mm. Waardoor je wel snel contact maakt. Maar zou je dat niet doen, ja, dan kijken ze echt wel eerst de kat uit de boom. Helene, als je dit nou zo hoort, zou je dan in Duitsland willen wonen? Nee. En jij andersom, in België? Nou ja, België was natuurlijk tot 1831 Nederland. Hè, dus het is eigenlijk een soort van Nederland. Oh ja. Je ziet, er zal meer verschillen ontdekken dan je van tevoren. Nee, dat geloof ik. Ja, nou, ik zou best in België willen wonen misschien. Ja, ja, wellicht. Geen idee. Nou, we wisselen van land een keertje. Ik wil ook naar de babyparken runnen. Dat is wel interessant. Op onze website werken bij Babypark. Ja. Kun je natuurlijk altijd even kijken. Maar dat mag misschien niet. Dat is reclame wellicht. Ja, een beetje wel, ja. Ik maak liever reclame voor die kaas. Want die kunt u kopen natuurlijk bij de Ter Degen Shop. En ze kunnen uit, kijk, en aan. Echt fantastische dingen. Ja. Ik neem ze mee naar huis straks, want dat vind ik wel leuk om te doen. Nog even een laatste vraag. Even kijken op het scherm. Ja, dat is ook weer een leuke. Aan welke Duitse gewoonte kun je maar niet wennen? Ja, er zijn heel veel Duitse gewoontes. Ja, wat minder goed. Ja, ik denk toch het strikt vasthouden aan regels. Als er een regel is, ook al belemmert die alles, dan wordt die gewoon aangehouden. Omdat Duitsers bang zijn om uit de band te springen eigenlijk. En wij Nederlanders zijn toch wat losser. Dat past ook wat beter bij mij eigenlijk. Tegen welke regel ben je aangelopen dan? Ja, best wel veel regels eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Stoplichten. Ja, stoplichten. Maar wat ook bijvoorbeeld, en ik zal niet te technisch worden, maar als je bijvoorbeeld gaat bouwen, dan moet je dus echt een vaarplan, een verfplan inleveren. Een verfplan? Ja, zeker. Okay. Ja, wat voor verf ga je gebruiken? Is het getest? Wat voor keurmerk? Hoe ga je het aanbrengen? Wie gaat het aanbrengen? Dus toen wij die vraag kregen, het verfplan, toen hebben we gewoon twee rolnummers op een blaadje geschreven en naar de overkant van de tafel. Ja, dat was niet Duits. Dat kon echt niet. Nee. En zo heb je heel veel voorbeelden. Wij kijken vaak van wat is er nodig en zo gaan we het doen. Ja. En de Duitser kijkt eerst van wat is de regel en we gaan het ook niet anders doen. Ik vind het wel leuk, die verschillen tussen België, Duitsland, Nederland. Volgende keer doen we Frankrijk en Engeland. Noorwegen of zo. Of Noorwegen, ja. Ik sluit met deze vraag. Is er een christelijke bevolking in Duitsland? Daar heb je eigenlijk al iets over gezegd, maar... Ja. Nee, die is er zeker. Eigenlijk kun je er wel een onderscheid in maken. Je hebt dus echt het cultuurchristendom is heel sterk. Ja. Dus iedereen zegt eigenlijk ook bijna dat hij gelooft. Heel veel Duitsers zijn ook gedoopt.
In elk dorp of kern is ook een kerk. Vaak twee, een Rooms-Katholieke en een Evangelische kerk. Want het is echt een staatskerk. Ja. Dus iedereen in Duitsland kent eigenlijk de christelijke verhalen. Doet mee aan Pasen. Gaat regelmatig naar de kerk met kerst. Want ja, als je één keer per jaar naar de kerk gaat, is het ook een regelmaat. Ja. Hè? Het komt vaker voor. Dus ja, het is een heel christelijk land. Alleen ja, dan krijg je weer de discussie aan het begin. Wat is een goede kerk? Ja, christendom en christendom. Ja. Daar zit ook heel veel verschil tussen natuurlijk. Oké, okay. Dankjewel Jan Keuken. En een goede verhuizing terug. Ja, dankjewel. Even trouwens als uitsmijter. Ja? Ook bij ons hebben ze de kinderen 5 weken zomerkamp. Dus ook Duitsland is voor jou een prachtig land. Wat doen wij mis hier in Nederland? Ja. Onze buren geven het goede voorbeeld. Ja, welkom. Ja, ja. Dankjewel. Misschien willen we dat helemaal niet, toch? Slanswijs lanceren, zullen we maar zeggen. We gaan weer naar de muziek. Tenera Sturm en Peter Wildeman. Jullie gaan nu Abide With Me ten gehoor brengen. Klopt dat? Ja, dat klopt ook. Zeker. Ja, mooi. Dank jullie wel, Peter Wildeman en Tenera Sturm. En aan het eind van de avond komen ze nog terug met een mini-concert.
Maar we gaan eerst quizzen, want de Terdege Live Quiz is beroemd, berucht en befaamd. Gisette, niet vanwege de prijzen, maar vanwege dat mensen mee kunnen doen thuis. Ik weet nog, de vorige keer dat we het speelden hadden we 20 prijzen. Ja. Dat zijn er nu iets minder, want het kan natuurlijk niet iedere keer feest zijn. Het is gewoon al feest dat het Terdege Live is. Precies, er doen ontzettend veel mensen mee van Noordoost-Groningen naar Zuidwest-Zeeland. En de andere kant op in Misschien Nederland. Misschien ook wel in Duitsland of in België. Je weet ja, deden jullie mee in Duitsland? Nou, ik moet heel eerlijk bekennen. Nee. Oké. Deden jullie mee in België? Helaas. En Paul Klomp, deed jij mee in Bennekom? Nee, ik ben altijd van de techniek. Hè, dus ja. Ik loop op de vloer. Maar ik ben blij dat ik nou een keer mee kan doen aan tafel. Oké, want we gaan straks van jou horen hoe dit geweldige studio die tot stand gekomen is. Maar we gaan eerst quizzen. En ga naar slido.com, vul de hashtag in Terdege Live. En je speelt mee met de quiz. En dat hebben al heel wat mensen gedaan. Kijk maar, die weten hoe het werkt. Fantastisch, je kunt meedoen onder je eigen naam. Je mag ook een naam kiezen. Maar je moet wel aan het eind, als je een prijs gewonnen heeft, even je gegevens aan ons doorspelen. En ik noem nog even de prijzen. De eerste prijs is een waardebon ter waarde van €125. Bungalowpark De Rietberg. Oké. De tweede prijs is een Lego pakket Adidas schoen, €90. En die is ter beschikking gesteld door Building Toys. En de derde prijs een weekendtas ter waarde van €60. Beschikbaar gesteld door Duifhuizen, tassen en koffers. En kijk, we hebben al 350 mensen die meedoen. Maar dat kan nog omhoog. Dus we wachten nog even voordat we gaan beginnen. Ik geef nog even een tip. Want als je nou de hele avond al meekijkt, dan moet je even je scherm verversen door op F5 te drukken. En zo voorkom je dat de stream achterloopt. Want dat wil je natuurlijk niet als je in Terneuzen woont, dat iemand uit Groningen dan voorloopt op jou. Dus je moet zorgen dat je allemaal dezelfde kans hebt. F5 even indrukken en je bent weer helemaal up-to-date. De vragen zijn gekoppeld aan een aantal seconden. En binnen die seconden moet je antwoord geven. Soms een meerkeuzevraag, soms een open vraag. En aan het eind van de avond gaan wij zien wie er met de prijzen vandoor gaat. En het is natuurlijk handig om dit prachtige nummer van Terdege met een geweldige omslag. Een bekende meneer en zijn gezin die op de omslag staan. Om die bij de hand te houden. Want ik ga jullie soms een beetje helpen. En dan ga ik vertellen op welke pagina het antwoord staat. En ik ga ook bij de gasten hier natuurlijk vragen of ze Terdege een beetje ingekeken hebben. Het laatste nummer. En of ze de antwoorden weten. Paul, lees jij Terdege iedere keer trouw? Iedere 14 jaar? Dit is een beetje beschamend misschien. Oh. Maar ik heb het blad zelf niet. Maar ik heb hem van de tweede hand, zeg maar. Van de tweede hand. Ja, precies. Ja. Ja. Oh, en dan lees je hem wel. Ik lees niet alles. Dat moet ik eerlijk bekennen. Mm. Maar dat vind ik een extra uitdaging om ook aan de quiz mee te doen. Oké. Nou, je weet wat je zegt, hè? Als ik nou win, dan doe ik me heel bijzonder. Ja, dat is waar. Helene, doe jij wel eens? Hetzelfde. De Terdege komt niet in België aan. Okay. Heel lief dat Erika trouwens het winternummer wel naar België heeft gestuurd. Maar ik lees hem altijd van mijn schoonmoeder. Dus, Okay. Maar hou je van puzzelen? Dat wel, zeker. Quiz ook. Ja. Okay. Ja. Nou, ja. Prima. Jan? Ja, het is een beetje een repeterend verhaal. Ook ik krijg hem uit de tweede hand. Hij komt via mijn ouders naar Duitsland. Het enige wat ik gelezen heb, digitaal, was mijn eigen artikel. Ja. Dus daar ga ik vast goed scoren. Maar de andere artikelen... Er zijn vragen over, ja. Dus dat moet je zeker weten. En Gisette, ja. Als je dit nou zo hoort, ja, dan moet er toch wat... Nog hoop zendingswerk. Er moet wat gebeuren in het buitenland. Ja. Ja. Want kun je in het buitenland abonnee worden, dat die komt? Ja, maar in het buitenland kan ik me wel voorstellen dat het een enorme kostenpost is. Okay. Het is behoorlijk hoog. Maar Bennekom heeft eerlijk gezegd geen kans. Nee, dat is vlakbij. Ja, maar Bennekom is net geen België, hè? Of net geen Duitsland. Nee, precies, net niet. Ja. Dus dan kun je gewoon... Het gebied ook. Ja. Ja. En op de Waddeneilanden wordt u bezorgd. Dus dan moet Bennekom toch een... Ja, maar misschien moet ik het gewoon bij alle andere bladen die ik al lees er gewoon bij doen nu. Ja. Dat kan ook eigenlijk niet meer anders. En dit is eigenlijk wel een beetje beschamend. Ja, het is goed dat je hier vanavond zit. Ja, precies. Ja. Moest ook zo zijn. Ja, oké. Nou, ik ga nog één keer de prijzen even noemen en dan gaan we beginnen. We zitten op 650, iets meer inmiddels, deelnemers. En je ziet op het scherm onder welke namen mensen meedoen. Er zitten soms bekenden bij.
Mensen die onder hun eigen naam meedoen, maar soms ook hele onbekende. Of plaatsnamen, alles mag. Alleen je moet aan het eind, als je wint, je wel even identificeren en kenbaar maken naar wie wij de prijzen kunnen sturen. De eerste prijs is een waardebon, €125, beschikbaar gesteld door Bungalowpark De Rietberg. Tweede prijs een Lego pakket van een Adidas schoen. Echt heel leuk. Ter waarde van €90 Building Toys. En de derde prijs is een weekendtas ter waarde van €60 door Duifhuizen Tassen en Koffers. Deze keer geen 20 prijzen, maar we gaan natuurlijk op naar de 25ste keer bij Leven en Welzijn. En misschien zijn er dan wel 25 prijzen. Wie zal het zeggen? We gaan beginnen met de quiz. Niet nadat ik gezegd heb dat je maar één prijs per huishouden kunt winnen. Hier is vraag nummer 1. Het leiderspakket van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeente is dit keer vanuit één bijbelboek. Welk bijbelboek is dat? En ik ga even naar jbgg.nl. Daar staat het antwoord. En de Jeugdbond stelt voor 3 winnaars een leidenspakket, waar de vraag over gaat, ter beschikking. Dus sta je naar deze vraag bovenaan, dan moet je je gegevens even mailen. Maar welk bijbelboek is dat? Marcus, Jesaja, Johannes of Lucas? Het leidenspakket van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeente. Normaal denk ik uit meerdere bijbelboeken, maar deze keer 1 bijbelboek. En de eerste 3 die bovenaan staan straks in de ranglijst, die moeten hun gegevens even mailen naar live@terdege.nl. En dan krijg je van ons dat leiderspakket toegestuurd. Nou, genoeg gepraat, want we hebben nog 2 seconden over. En dan komt het antwoord. Het is uit het bijbelboek Johannes. En de meerderheid van de deelnemers heeft dat goed beantwoord. Ik kijk even naar de stand na 1 vraag. En de bovenste 3, dat is Rosalie, Barones en Henkie van de Goor, die winnen een leidenspakket. Dus stuur even je gegevens naar, ik noem het nog een keer, live@terdege.nl. Vraag 2. In welk jaar is Johannes de Heer opgericht? Wie is hier muzikaal? Paul, je hebt zelf een piano en een orgel. En een orgel, ja. Ja, dus Johannes, die herken je? Nou, Content Orgels, dat is mijn orgel, die levert Johan de Heer ook. Oké. En ik rijd er heel vaak langs op de A15. Ja. Maar ik ben er nog nooit geweest. Dus ik zou ook niet weten hoe lang ze al bestaan. Nou, welke denk je? Ik denk meer dan 100 jaar. Meer dan 100. Maar dat gaat vrij makkelijk, zie ik. Ja. Ja, ik zou zeggen... wat zullen we zeggen? Ja, moeilijk lezen. Ja, moeilijk. Ja. Ja. Ik heb het stond in het Ja, nee. Denk jij nog even, want dan ga ik intussen vertellen dat komende zaterdag geeft Noortje Middelkoop een panfluitdemonstratie in de winkel van Johannes de Heer. Dus als je daarbij wil zijn, dan moet je even naar de website gaan. En kijken hoe laat dat begint. Komende zaterdag, Noortje Middelkoop, een panfluitdemonstratie. Maar welk jaar? Het is B. B, oké. 1898. Want, ja, het staat gewoon in het logo. Ja! Nee, soms is het ontzettend makkelijk om prijzen te verdienen. Ook vanavond hier weer. Dus geweldig, 1898 en 76% heeft dat goed beantwoord. Jullie zijn heel goed thuis in de muziek. Wij gaan naar de derde vraag. Vraag nummer 3. Hoeveel sterren heeft het hotel van de driedaagse Terdegenreis naar Groningen? Leid jij die? Nee. Wie dan? Dominee van Koten. Dominee van Koten. Ik mag alleen uitzwaaien. Je... Nee. Maar dat doe ik wel, dat is altijd heel leuk. Je mag alleen uitzwaaien. Ja. Oké, okay. Nou, die kunt u nog aanmelden, hè, geloof ik. Ja, want die stond in deze Terdegen. Ja, pagina 77. Even snel kijken. Pagina 77, ik ga hem er ook even bij zoeken. En dan zie je hoeveel sterren het hotel heeft. Ja, daar is die. Is dat de 2, 3, 4 of 5? Als een hotel 6 sterren heeft, dan moet je s'nachts naar buiten kijken. Want daar komt niet alles van. Of je slaapt met open dak, dat kan natuurlijk ook, ja. Maar wat denken we, Helene? 4 sterren. 4? Ja. Ja. Jij denkt die Terdegen, dat is een luxe reis. Hè? Dat dus, denk ik zeker. Ja. Oké. Wat denk jij? Ja, ik denk als je dit soort producten in je shop verkoopt, dan moet het 4 sterren zijn. Ik doe hem nog even uit en we gaan. Echt hartstikke leuk. Ja, 4 sterren, oké, ook. En Paul? Ja, ik ga dan ook voor 3. Ja, precies op tijd. Want het is 3 sterren. Ja, er moet natuurlijk ook een beetje gekeken worden naar de prijzen, hè, Gisette? Ja. Ja, en je moet mensen kunnen bieden om mee te gaan. Dus 3 sterren
in de Terdegenreis naar Groningen. We kijken even naar de tussenstand voordat we naar de tweede ronde gaan. Rosalie staat bovenaan. Tirza S nummer 2. Jean Slap, die zou uit België kunnen komen. Die staat nummer 3. De Berkies op nummer 4. En Zeiler 1606. Dat is de plek die hij altijd heeft in een zeilwedstrijd. Die staat nummer 5. Geweldig. Wij gaan naar ronde 2. En die hebben ze genoemd de woonplaatsronde. De woonplaatsronde. Aan wie heeft het dorp Frederiksoord zijn bestaan te danken? Verhaal in Terdegen. Het dorp Frederiksoord. Naar wie is die eigenlijk, ja, misschien wel vernoemd of zijn naam te danken? Het was een generaal. Pagina 15. Maar wie was het? Wil Schakman. Dat klinkt Duits. Ken je die? Moet heel eerlijk zeggen, nee. Nee, ik ook eigenlijk niet. Huip de Vries, die kennen we wel. Dat is een collega van ons. Johannes van der Bos of Frederik Jansen. Wie weet waar Frederiksoord ligt, überhaupt? Sowieso. Ik zou het in Drenthe zoeken. Drenthe. Drenthe, ja. Ja, ja. Ja, dat is mijn naam, Drenthe. Echt een Drenthe naam. Een Drenthe, ja. Drenthe naam, ja. Ja, als drie mensen Drenthe zeggen, dan... Ja, dan... Ja. Ja. Jullie zijn echt een puzzelaar, hoor. Nee, dat is heel fijn. Dat gaat wel in de richting, hoor. Gaat buiten gewoon... Nou, kijk, dat is het antwoord al. Het is Johannes van der Bos. Ja, maar het is geen provincie. 43%. Ah, nee, maar je moet aan wie heeft het dorp Frederiksoord zijn bestaan te danken? Ik misleidde jullie door te vragen welke provincie het ligt. Ik dacht dat jij vroeg aan ons, waar ligt het? Dus, nee, of weet je het zelf niet? Het ligt in Drenthe. Ja, waar ligt het? Ja, dus jullie hebben punten, maar niet voor de hoofdprijs. Oké. Okay. Ja. Wij gaan naar vraag 5 en dat is een hele makkelijke. Want kijk, in welke plaats in Duitsland kerkt de familie Keuken? Heb je dat verteld net? Volgens mij wel. Ja, ja, volgens mij ook. Ja. En er is nog iets leuks aan, hè? Dat toen jullie in die kerk kwamen, toen zat je naast elkaar. Maar toen bleek dat niet helemaal de bedoeling was. Dat klopt. Dat was overigens al een andere kerk. Ja? Maar dat was een kerk waar mensen nog gescheiden zaten. Dus man aan de ene kant en vrouw aan de andere kant. Maar dat wisten wij dus niet. Dus ik ben braaf met mijn vrouw meegelopen, zoals het betaamt. Ja. Oh. Maar dus wel aan de andere kant. Ja. Dus ik zat opeens tussen alle vrouwen in. En dat vonden de andere man aan de andere kant bijzonder. Mm. Ja. Hey, en waar zitten de kinderen dan? Ook naar geslacht. Dus alleen vaak doen ze daar niet zo heel moeilijk over. Zo los zijn ze dan ook wel weer. Oh, ja. Dat de kinderen dan toch vaak heel traditioneel aan de kant van de vrouwen zitten. Okay. Ja. Maar is dat echt vanuit traditie? Dus? Ja, alleen dat was dus één specifieke kerk. Dat zijn de Herrnhutters of de Evangelische Brüdergemeinde. Ja. Dat is niet de kerk waar wij heen gaan. Maar daar hebben ze dat soort regels. Ja. 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 Ze zijn ook zijdelings verwant aan de Mennonieten. En die zijn dan weer verwant, ook zijdelings, aan de Amis. Ja. Dat komt dat vandaan. Ja. Wel lekker rustig, hoor, tussen allemaal mannen zitten. Ja. Hoef je niet om een hoekje te kijken van een grote hoed die voor je zit. Ja. Ja, ik doe daar verder geen uitspraak over. Nee, ja. Ik laat het maar jou. Oké, maar het antwoord is inmiddels gegeven. Het is Witten. En ze hebben heel goed geluisterd, want 73% heeft het juiste antwoord gegeven. We kijken even naar de tussenstand. Nee, één vraag nog. Dan kijken we naar de tussenstand. Want geboren in Canada, warme banden met Amerika en woonachtig in Apeldoorn. Dit is een inkoppertje. Over welke bloem gaat dit? Geboren in Canada, warme banden met Amerika en woonachtig in Apeldoorn. Nou, welke bloem der natie woont er nu in Apeldoorn? Margriet. Paul. Ja, ik denk dat het Canadese blad misleidend is. Jij denkt een Esdoorn. Ja. Oh, die staat er niet bij. Canadese blad, ja. Ja, maar ik denk dat het... Oké. Ik onthoud me van... Wat denk jij? Nou, ik denk Margriet, want Margriet is geboren tijdens de oorlogsjaren in Canada. Dus dat zou logisch kunnen zijn. Wat heeft ze met Amerika dan? Warme banden. Goeie verkoper. Ja, warme banden met Amerika. Nou, het is geen tulp, het is ook geen klaproos. En Paul, kan er eens een blad vinden we niet in Apeldoorn. Het is natuurlijk de Margriet. Je buurvrouw. Prinses Margriet. Je buurvrouw bijna. De buurvrouw? Van jou toch? Apeldoorn? Nou, dan moet ik wel een heel eind fietsen, maar ik zie Pieter wel eens door de hoofdstraat lopen. Ja. En groet ziet ik hij jou ook? Ja, groet ik me altijd vriendelijk. Hele aardige man is dat. Oké, we gaan nu wel naar de tussenstand, voordat we ronde 3 gaan spelen. Plek nummer 1 staat, alle 6 vragen goed beantwoord, Maaike. Tweede is Jacqueline, ook alle 6 goed. Het gaat ook om de tijd, hè, waarmee je de antwoorden invoert. Niet alleen het goede antwoord, maar ook de tijd waarmee je ze invoert. Hammer nummer 3 en Marekke de Heer
op nummer 4 en 5 wordt weggevloept. Dus die kan ik niet meer zien. We gaan naar ronde 3. Dat is de plaat-weet-raad-ronde. Ik heb het niet verzonnen, maar het staat hier op mijn papiertje. De plaat-weet-raad-ronde. Op welke pagina staat het volgende getal niet? 505192. Kijk niet alleen naar de tekst, maar kijk naar de afbeeldingen, is mijn tip. En roei met de riemen die je hebt. Het is weer buitengewoon kritisch vanavond. Mm-hmm. Ook in deze nieuwe setting. Ja. Moet er een beetje bij, hè? Beetje pagina, verrassingen. Ik heb gelukkig een terdege bij de hand. Pagina 23. En Paul heeft hem ook. Ja. Hoe kom je erop, hè, zo'n vraag? Ik wil ook meedoen. 23? Oh, zondagsgroente. Het is een column, zie ik. Op welke pagina staat het volgende getal niet? Daar is het. Bladzijde 100. Want... ja, roeien met de riemen die je hebt. 14%. Dit was een instinker, hoor. Kijk maar. De meerderheid van die, al die deelnemers... die heeft hem niet goed beantwoord. Wij gaan naar vraag nummer 8. Vraag 8. Op welke pagina vind je de afkorting Anno Domini? Anno Domini. Op welke pagina staat dat? Wat betekent dat? Wie weet wat dat betekent, Anno Domini? Het jaar onze heren. Heel goed. Je mag de kaarsen meenemen aan het eind van de en dat wordt bijvoorbeeld gebruikt om een bouwjaar van een huis aan te duiden. En ergens in deze terdege staat dus de afkorting Anno Domini in het jaar Onzes Heren. Zetten mensen dan op hun huis. Prachtig natuurlijk om dat te herinneren. Maar is dat 10, 65, 88 of pagina 89? Wie het weet mag het zeggen. En we hebben nog 1 seconde. Dan moet je het... Kijk, je wordt driftig gebladerd in terdege. Dat is natuurlijk thuis ook het geval. Het is bladzijde 10. En slechts 16%. Ik denk dat het heel spannend wordt vanavond. Doet mee aan deze live quiz door hem goed te beantwoorden. Wij gaan naar vraag nummer 9 voordat we de finale ronde gaan spelen. We gaan zo nog even kijken naar de tussenstand. Op welke pagina moet je door het raam bij nood... Op welke pagina moet je door het raam... Jij hebt iets met water te maken en ondergrond, heb ik begrepen, waar geheime gangen. Dus op welke pagina moet je door het raam bij nood? Welke denk je? Noem er één. 103, sowieso 103. Oké. 103. Gisette, wat denk jij? Want jij kent die hele tijd van je hoofd. Heel cryptisch. Ik vind deze buitengewoon cryptisch, ja. Ja. Ja, ik tip nog even dat je de verwarming kunt gebruiken als opstapje. Ja. Dus verwarmingselement, stap je op en dan kun je door het raam... Ja, bij... Heb je hem gevonden? Ja. Ja? Ja, we denken 103. 103? Ja. Dat is goed geantwoord. Ja. 47% heeft hem ook. Krijg ik nu ook een set kaarsen trouwens? Nee, we hebben er maar één. Wij gaan zo naar de finale ronde. Maar kijk even naar de tussenstand. Daar is die. We hebben nog 3 vragen te gaan. Klopt dat? 10, 11? Nee, 2 vragen heb ik nog. Nee, 2 vragen. Ja, 2 vragen te gaan. Miep staat nummer 1. Keurig Miep. Fantastisch. Marijke de Heer op 2. Bertine, nummertje 3. Alizanne op 4. En Jansje 85. Dat is de geboortejaar, denk ik, op nummer 5. Maar de finale ronde is altijd de moeilijkste. En om jullie lekker zenuwachtig te maken thuis... gaan we die nog niet spelen, maar geef ik het woord aan Gisette. Ja, Paul die is bij ons aangeschoven vanavond. Leuk dat je een keertje voor de camera zit in plaats van dat je erachter staat. Ja. Volgens mij gaan we nu eerst naar een filmpje kijken. Ja, dat klopt. Dus gooi hem er maar in, zou ik zeggen. Riekelt, klap jij zien. Thank you.
Nou, dat was wel indrukwekkend. Van een kale kantoorruimte zitten we nu hier in deze studio. Hoe voelt dat, Paul? Ja, dit voelt wel echt als een, ja, toch wel als een kroon op het vele werk wat verzet is. Ja. We hebben hier een aantal maanden hard gewerkt met een heel team. Ook van leveranciers en van creatieve mensen en technische mensen. En uiteindelijk om dan hier te zitten, ook in je eigen studio, dat is toch wel ja, apart moment. Een paar maanden, zei je, wanneer ben je begonnen? Wij zijn denk ik in de zomer of in september kregen we de opdracht om dit te realiseren. En toen hebben we een route uitgestippeld van nou, wanneer moeten we dan operationeel zijn. En daar hebben we een planning voor gemaakt. En daar kwam eigenlijk uit van nou, in 2022 willen we hem klaarmaken, de studio. Zodat we bij Leven en Welzijn in januari Terdege live vanuit hier kunnen doen. Dat was de wens. En daar hebben we naartoe gewerkt. En RDM Mediagroep is natuurlijk breder. Meerdere labels, de Banier, Reformatorisch Dagblad. En zo hebben we ook gekeken naar hoe kunnen we voor alle labels een studio bouwen die voor meerdere labels ook geschikt is. En dat we ook de Terdege Lives, die we al vanuit onze studio in Bennekom deden, ook kunnen continueren. Ja. Ja, en hier is het resultaat. Nou, zijn we 20 keer te gast geweest, hè? 20 keer? Ja. Ja. Ja, ja. Dat waren ook hele leuke... buitengewoon knus iedere keer. Ja. Knusse momenten. dat zien de mensen hier niet, maar er zijn best wel veel mensen ook achter de schermen. Ja. Ook gasten, mensen die techniek doen, die de vragen bijhouden. Nou, en het is ook heel mooi dat het RD nu in het eigen pand dit kan opnemen, uitzenden. In amper 4 maanden? In amper 4 maanden tijd. Dat is heel hard gebuffeld. Ja, er is echt heel hard gewerkt. Ja. Een heel creatief proces geweest ook. Waar ben je tegenaan gelopen in die 4 maanden? Nou ja, ik weet nog heel goed dat ik hier naar binnen liep met Ferdinand, de man van de facilitaire dienst, die ook ontzettend veel gedaan heeft, ook in de verbouwing. En we liepen hier naar binnen. En nou ja, wat is dan de ruimte? Ik had wat wensen doorgegeven, wat eisen. Plafondhoogte is heel belangrijk. Nou goed, we kwamen hier binnen, maar letterlijk was het een ruimte die je net gezien hebt op de video. Hier stonden alleen maar pallets met boeken. Yeah. En ja, hier moest het gebeuren. Op zich was de ruimte lang genoeg. Nou, met wat technische aanpassingen hebben we dan echt een goede ruimte voor kunnen maken. Ook qua akoestiek, want dat is ook belangrijk. Zeker. Dat het goed klinkt. Nou ja, en dan ga je eigenlijk eerst het leeghalen. En dan vervolgens opbouwen, volgens plan. Ja, je kunt het nu niet zo goed zien, maar op de video... het plafond is eruit gehaald. Ja. Er zat een systeemplafond in bijvoorbeeld. Nou, dat gaat eruit. Er is een heel grid ingekomen. En een grid, ik heb dat woord heel vaak genoemd. En mensen zeggen, wat is een grid? Ja. Nou, dat is eigenlijk... eigenlijk is het heel simpel. Het zijn zwarte buizen die aan het plafond gemonteerd zijn. En daardoor kun je elke lamp die je maar wil... op welke positie ook daar ophangen. En daardoor heeft iedereen goed licht... Want licht is superbelangrijk. Lucht is heel belangrijk. Als we straks de schuif omlaag doen, dan zitten we hier in het donker. Wel heel sfeervol. Ja, we hebben kaarsen. Ja, precies. En bij de muziekgedeelte, we hebben de studio zelfs nog wat uitgebreid. Ook, zodat er ook een orgel in kan en dat er iemand kan zingen. Nou, en dat er in de toekomst iemand een workshop kan geven bijvoorbeeld. En dat zijn allemaal dingen die we meegenomen hebben in het plan. Zodat we de studio niet alleen hier rondom de tafel hebben. Maar ook nog wat uitbreiden met muziek bijvoorbeeld. Ja, en een regiekamer zit erachter. Ja. Kunnen mensen natuurlijk niet zien nu. Maar het kwam het filmpje ook voorbij. Ja, achter het glas op het filmpje zag je dat net. Daar zit de regie. Daar zit nu denk ik zo'n 4-5 man. Audio, dus zodat wij goed te verstaan zijn. De schermen. Hier zie je verticale schermen in het decor. Die worden allemaal bestuurd. En natuurlijk de quiz, de Slido. Riekelt die leest af en toe vanaf het scherm de vragen op. En daarboven staat dan weer een camera. En op die manier... dus het is belangrijk dat er verbinding is vanuit de regie... ook hier met de vloer. Dus er zit ook een raam in. En nou, op die manier probeer je het zenuwstelsel... want daar komt alles binnen. Ja. Helemaal te verbinden met de studio. Alle techniek. En in het decor, dat zien jullie ook niet. Dat is leuk om te vertellen. Daar aan die kant, achter mij en aan die kant... zit in het decor, verstopt bijna, zitten twee cameramensen. Ja. Die af en toe zien we ze. Af en toe zien we ze. Ja. En af en toe hebben we oogcontact. Ja. 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 Krijgen we ook koffie, hè? Ja, 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 ja. Ja, krijg ik ook frikandellen. Ja. Frikandellen. Ja, dus na de stream krijgen we frikandellen. Aan het einde van de uitzending dan. Ja. Ja. Ah, ik moet zeggen, ik kwam hier voor het eerst vanavond. Ja. En het voelt meteen vertrouwd. Nou, kijk, dus dat is een compliment aan je en je team. Ja, ja. Nou, mooi. Heb je een moment gedacht dat je dacht van, dit gaat niet goed komen? Nou, wat op een moment heel lastig is, ook in de filmwereld, zullen we maar zeggen... en ook in het aanleveren van apparatuur, is er is heel veel schaarste. Bijvoorbeeld een audiotafel. Dan kun je nu met gemak gewoon, als je een goede audiotafel wil hebben... kun je er met gemak 6 maanden op moeten wachten.
Okay. Nou ja, en ik kan niet zeggen tegen Terdege, nou, het gaat door, maar zonder de eerste uitzending is over 6 maanden. Ja. Gelukkig hebben wij ook studio's en ook voldoende apparatuur om dat allemaal op te vangen. Ja. Dus we konden gewoon live. Maar zo'n proces, dat is net als met het bouwen van een huis, wat ik dan weer nooit gedaan heb. Maar dat hoor je van een aannemer. Alles moet helemaal naadloos op elkaar aansluiten. Mm. En je wil gewoon die deadline halen van 26e. En de 24e was officieel de opening. En de 26e is hier Terdege live. Ja. En dan moet het draaien. Ja. Dus, en dat doet het. Ja, daar ga je voor. Ik zag dat het taart was bij de opening. Klopt. Dat, maar die is verdwenen. Nou, ik begreep dat jij in Israël zat. Dat klopt, ja. Maar dat laat onverlet om hier vanavond nog een... Maar ik begreep dat er nog een paar stukjes over waren in de koelkast. Maar die kunnen hierheen lopen ondertussen. Zullen we niet doen? Nee. We hebben nu 21 Terdege live-uitzendingen gehad. Ja. Bijna. 3 concerten. Zijn er wel eens momenten geweest waarop je peentjes gezweet hebt? Nou, één moment wat me even door mijn gedachten gaat. Kijk, laat ik vooropstellen, livestreamen en dat is enorm... topsport. Ja, dat is echt topsport. Mm. Het is ook echt vakwerk. En daarom werken we ook echt met professionals, met een heel creatief team. Die ook als het even een keer wat minder loopt of als er een storing is, gelijk adequaat handelen. Dat is heel belangrijk. Want kijk, met een filmpje kun je het monteren tot je een ons weegt. En de volgende dag nog een keer. En dan ga je hem online gooien. Maar bij een livestream moet het in die 1,5 uur goed gaan. Ja. Dus we hebben altijd een plan B. En we zorgen altijd dat als er iets wat minder loopt... Misschien ziet een kijker het soms, maar onze uitdaging is dan om wel te zorgen dat die uitzending staat. Waar ik aan denk is een moment tijdens het Oranje Concert in Amersfoort. Toen ging mijn hart wat sneller kloppen. En dat kwam omdat er buiten ook heel wat aan het kloppen was. De boksen. We hadden een heel mooi concert. Ja. En uiteindelijk bleek daar ook een concert te zijn buiten de deur. Oh. En dat was iets anders genre dan Terdege live, kan ik wel vertellen. Maar wat ik dan heel mooi vind, is dat je het daar als team ook over hebt. En ook kijk, we gaan het maximaal hieruit halen. We kunnen niet zeggen, we doen het concert een week. We waren helemaal opgebouwd en alles was klaar. En dan is het heel gaaf om te merken en te horen, zelfs ook in de samenzang, dat je er eigenlijk nagenoeg niks meer van hoort. Mm. En dat is ook opgelost door gewoon goed vakmanschap, goede geluidsman. En om ook wat frequenties eruit te filteren. En de predikant, herinner ik me ook nog heel goed, die ook, het was een bijzonder moment, die refereerde ook nog aan buiten. Ja. En dat wij dan die psalmen zongen, was een heel mooi moment. En daar was het hele plein stond vol, maar de kerk stroomde ook vol. Hm. Dat moment, dat is me heel goed bijgebleven. Dat is een gedeeld peentjesweet moment, moet ik eerlijk bekennen. Ja. Vakmanschap, meesterschap. Ja. Nou, we zijn heel blij dat we hier mogen zitten, hè? Ja. In deze studio. Absoluut. Ja. Heb je 1 uitzending die jou qua inhoud nog is bijgebleven? Ja, ik vind het oprecht heel moeilijk te kiezen. Mm. Uit een beetje standaard antwoord. Maar ik heb zoveel mooie verhalen gehoord. Van jongerenwerk tot mensen die een dierbare zijn verloren. Tot een opa die heel veel betekend heeft. Wat ik heel bijzonder vind aan de programma's. Ik ben natuurlijk heel veel technisch bij betrokken. Maar dat, dat in het concept er ruimte is voor een lach en ook een traan. Voor muziek en om ook echt de achterban met elkaar te verbinden. Dat vind ik heel mooi. Ik ben destijds begonnen als stagiaire bij het Reformatorisch Dagblad. En ik heb hier bij de opening ook gezegd, ik vier eigenlijk mijn 12,5-jarig jubileum. Want zo lang loop ik hier eigenlijk al rond. Reformatorisch Dagblad is een van onze klanten. Ik heb een eigen bedrijf in 2011 gestart, Klomp Creative. En sindsdien zijn we eigenlijk nooit meer weggegaan bij het RD. En dan heb ik heel veel mooie verhalen gehoord. En ik denk, onze kracht is dat ook, dat je inhoud en techniek verbindt. Ik denk dat dat ook een heel mooi concept is van Terdege. Ook deze mooie content neer blijven zetten. En dan pik ik ook echt wel momenten mee. Maar een hele uitzending krijg ik niet mee als ik alleen maar met de techniek bezig ben. Dat snap ik ook. Ja, we moeten door met die uitzending. Ja. Want we moeten quizzen. Ja, mensen thuis, hè? Die zitten helemaal... precies. Die hebben een leuk verhaal van Klomp. Maar ik wil die hoofdprijs winnen. Maar Paul, petje af. Ja. Ja. Dankjewel. Zeker. En op naar de volgende 20. Zeker. Eerst 25. 25. Ja. We hebben nog 2 vragen te gaan. 2 vragen. Hier komt de eerste. Hoe warmer, hoe gekleurder. Wie viel er met haar reukorgaan in de verdikte vetdelen der melk?
Nou, hier heeft iemand op gestudeerd. Dat moet bijna wel om dit poëtisch bij jullie te brengen. Hoe warmer, hoe gekleurder. Ik doe het even met een warme stem. Wie viel er met haar verdikte reukorgaan? Nee, met haar reukorgaan in de verdikte vetdelende melk. Jongen, Erika Schulenburg, Marten Kok, Gisette van Dalen of Sanne van der Meulen. Het zijn allemaal terdege mensen, hè? Ja. Ja. Ja, haar waarnemingsorgaan is in de loop van de jaren wel een beetje veranderd, zeg ik. En hoe hoger de graad van de hoogleraar, hoe meer kleur in de kleding. Bij Gisette valt het kwartje, bij jullie ook? Nee, Jan? Geen idee. Nee, nee, totaal niet. Helene, abacadabra. Ik zeg gewoon Gisette. Jij zegt Gisette, waarom? Omdat ja, gewoon, ze zitten zo te lachen na me. Dus ik denk ja, dat het, ik lach wel vaak. Ja? Ja, ja. Oké. Okay. Ja, nou, pagina 7. Je hebt nog 25 seconden om daar naartoe te bladeren en te kijken wie er met haar reukorgaan in de verdikte vetdelen der melk belandde. De eerste pagina's hebben geen paginanummer. Nee, maar ik denk dat dit haar wel nagedragen wordt in de komende dagen. Dat je er niet meer van afkomt van deze vraag. Pagina 7. Ja, wie viel er eigenlijk met de neus in de boter? Dat is de vraag, want dat zijn verdikte delen der melk. Gisette, ja, ik voel het helemaal bij, maar... Geen gelijk om mijn neus voelen, maar... Oké, okay, daar is die. Het is onze Gisette van Dalen zelf. Ja, met je neus in de boter. Ja, nu je dat zo zegt, wist ik weer dat ik het geschreven had. Maar ik kon er net ook niet opkomen waar dit op sloeg. Nee, ja, de hele andere kant ging het op. Maar het is Gisette zelf. En de meerderheid van de deelnemers heeft het goed beantwoord. We gaan naar de laatste vraag. Niet nadat we even gekeken hebben naar de tussenstand. Alizanne, nieuwe leider. Wil, Lia, Marijke de Heer en Miep is gezakt naar de vijfde plek. Miep, zet hem op waar je ook woont. En zorg dat je weer bovenaan komt. Hier komt de laatste vraag. Als iemand erna last van heeft... Is zij het wel? Waar heeft zij last van? Ongelooflijk. Wie maakt deze vraag, hé? Ja, ik denk dat we een nieuw zonnetje in huis hebben voor kritische vragen, ja. Nou, zet ze gewoon de volgende keer de persoon... Volgende keer aan tafel. Dat vind ik echt wel... Ja, en dan met de vraag hoe je op deze vragen komt. Ja. Als iemand erna last van heeft, is zij het wel? Is zij het wel? Oh, de nadruk moet er anders liggen. Ja. Is zij het wel? Waar heeft ze last van? Jan, je weet hem? Nou, ik vraag me wel af wie er last heeft van mugen. Mugen? Ja, dat zijn Duitse dingen. Mugen, zeg maar. Mugen. Ja. Hebben jullie die niet in België? Oh nee, in België was jij. Ja, sorry. Je kent mugen niet? Wij hebben ook muggen, ja. Ja, zeker. Ja. Heel bijzonder. Jij denkt dat er muggen moet staan. Ja. Ik vermoed van wel. Ja. Ik ga ze even helpen. Ze heeft er al meerdere keren last van gehad. Vooral tijdens vakantie schijnt het probleem zich voor te doen. En erna last heeft een hekel aan autopech. En voor degenen die nog niet wakker zijn, haar naam staat in de vraag. Ik weet niet of ik het een beetje verklapt heb, of niet? Erna. Erna. Erna last. Last zou een achternaam kunnen zijn. Ja, Erna. Erna zou dat kunnen zijn. Of toch Mugen? Mugen. Mugen. Ja. Mugen. Erna, Mugen, denk ik. Ik vind die Mugen. Is Mugen een Duits woord? Lijkt het ergens op? Het klinkt wel heel jeukerig, maar. Ja, iets van mogen, Mugen. Ik denk wel heel jeukerig. Ja. Nou, hier is die. Het is natuurlijk autopech. Staat dat in de vraag? Als iemand er naast van heeft, is het wel. Nou, het zal wel. Autopech. Bijna de helft. Goed beantwoord. En we gaan naar de einduitslag. Dames en heren, applaus voor de einduitslag. Van Alizanne. Van harte gefeliciteerd. Je wint de waardebon te waarde van €125. Wil eindigde nummer 2. Ze krijgt het Lego-pakket van de Adidas schoen. Wil, veel succes ermee. Het is een buitengewoon ingewikkeld dingetje. Maar stuur even een foto als je hem af hebt. En de weekendtas te waarde van €60 gaat naar Alinda. JM en Leonie vissen deze keer achter het net. Maar de volgende keer gewoon weer meedoen. Want die volgende keer, Gisette, die is op 23... februari bij Leven en Welzijn. Dan zijn wij weer in deze prachtige nieuwe studio. Maar ik heb begrepen dat Terdege nog veel meer op de agenda heeft. Ja, dat klopt. Er komt de afgelopen week het nieuws naar buiten dat het Terdege zomerverder weer aan zit te komen. Ja, en een nieuwe plek. Nieuwe plek, ja. In? In Baren. We gaan van Barneveld naar Baren. Blijf bij de B. Maar... Wat leuk. Ja. Gaan we er ook weer een live programma doen in een tent? Moet of zo? Nog over vergaderd worden, denk ik. Oh, dan moet er over vergaderd worden.
Nou, als je me nodig hebt voor die vergadering, ja, dan bel je me. Dan bel ik je. Wanneer is het? 19 tot en met 22 juli. Oké. Dus ook wat eerder, maar dat is denken we niet erg. Nou, noteer die datum. 19 tot 22 juli deze zomer. Terdege Zomerfair in Baarn. Ja. Maar er is nog meer. Ja, verder zijn we bezig met de Oranje Concert. Concert waar we vorig jaar peentjes bij hebben gezeten. Dat willen we toch eigenlijk wel graag herhalen. Ja. Dat was wel een heel mooi concert. Dus ja, dan moet ik even nadenken. Wat een hele moeilijke naam. Regiment van Varen, Jagers, Garde en Grenadiers. Of gooi ik nu dingen door elkaar. In ieder geval, er komt een kapel. Wat leuk, ja, militaire. Leuk, militaire kapel. Ja. Dus ja, de locatie zijn we nog mee bezig. Er zit schot in de zaak. Okay. Waarschijnlijk kunnen we het een deze dagen bekendmaken. Dus reserveren zou ik zeggen, want tot nu toe zijn de concerten vrij snel uitverkocht. En noem die datum nog een keer. 26 april. 26 april, Oranje Concert Terdege. En deze zomer Terdege Zomerfair. Fantastisch. En wij zijn er weer op donderdag 23 februari. Dank aan onze gasten, Paul, Helene, Jan, Gisette. Rico. Graag gedaan. En er komt nog een miniconcert van Peter Wildeman en Tenera Sturm. Ga daar zeker even voor zitten. Want dat is natuurlijk prachtige muziek. Maar wij nemen vast afscheid en zien jullie graag de volgende keer bij Terdege Live. Tot ziens. Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. U alleen bent mijn
Met de Content kan bejaardenserie maakt Content het mogelijk om houtwerk te bespelen. Hiermee brengt u de mooiste pijporgels tot leven in uw woonkamer. Al ruim 40 jaar worden onze orgels gebouwd met traditioneel vakmanschap en passie. De audiokwaliteit van onze orgels is terecht een onderscheidend element. We hebben de overtuiging dat alleen door strenge selectie op de allerbeste onderdelen deze orgelklanken natuurgetrouw kunnen worden weergegeven. Ervaren en ontdek het zelf. Kom langs in onze orgelmakerij in Ermelo of maak een afspraak bij een van onze kiezers.